De Surinaamse oliemaatschappij Staatsolie heeft reeds 100 miljoen US dollar binnen in zaken de lopende obligatielening. Dit haalde zowel staatsoliedirecteur Rudolf Elias als de financieel directeur Agnes Munsi aan in een extra editie van het programma In Gesprek Met. Een obligatie is volgens de financieel directeur een schuldbewijs dat aangeeft dat de obligatiehouder een lening heeft verstrekt aan, in dit geval Staatsolie. Munsi hoopt dat het bedrijf meer binnenhaalt dan het streefbedrag van 150 miljoen US dollar. Volgens Elias zullen de middelen voor verschillende projecten gebruikt worden. Eén daarvan is het halen van meer olie uit de grond. In principe kunnen we dus ook nog het meerdere boven de 150 gaan we allokeren, met name om onze kapitaalsprojecten dus versneld uit te voeren. We hebben een heleboel mooie projecten, met name bij de olieproductie, dat noemen we de upstream, waar we olie produceren. Daar zijn er vreselijk mooie projecten om nog meer, zeg maar, waarde te kunnen toevoegen aan staatsolie. Dus we zullen ook overwegen, maar we wachten rustig de inschrijvingen af. Maar in principe staan we er open voor om meer dan die 150 miljoen te kunnen toewijzen. Wat we weten is dat er meer dan een miljard barrels in de grond zitten op Saramacca. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar we kunnen met alle huidige technieken er niet meer uithalen als 200 miljoen, oftewel 20%. Nu zijn er een heleboel technieken in de wereld waarbij je meer olie uit de grond kan halen als die 20% die je met de normale technieken, die we nu op dit moment toepassen, dat we die met normale technieken uit de grond halen. Eén daarvan, daar zijn we heel trots op, dat is polymer flooding. Dat is door een polymer in de grond te drukken, druk je de olie in principe naar de bronnen toe. Die zijn we nu al aan het toepassen en die werkt gewoon heel erg goed. Maar er zijn ook andere processen, zoals stoom in het reservoir drukken en dan wordt de olie warmer en daarom gaat die makkelijker lopen. Munsi zegt verder dat deze obligatielening ongedekt is. Dat betekent dat er geen onderpand is. Desondanks vinden ze dat de lening geen risico zal zijn, omdat de ontwikkelingen en vooruitzichten van staatsolie zeer positief zijn. In principe is het nog steeds het besluit van de belegger om in staatsolie te investeren, maar het is een ongedekte obligatie. Maar als je kijkt naar de historie, we hebben dus nu de derde keer, heeft staatsolie steeds interest kunnen betalen en in principe degene die niet meedoen, opnieuw meedoen, die gaan we dus aflossen. Wat we wel hebben is in deze obligatie, dat is dus beter dan de vorige, hebben we een speciale rekening. En die bankrekening gaat zijn op een bank in Amerika. En daar gaat staatsolie elke maand het interestbedrag al beginnen, zeg maar, te storten. Dus 1/12 deel van het jaar interestbedrag gaan we elke maand storten op die rekening. En DSB, die de arrangeur is, die gaat erop toezien dat staatsolie ook elke maand haar interest betaalt. En zo weten de obligatiehouders al vroeg van tevoren dat het geld al beschikbaar is. Dat was Agnes Munsi, financieel directeur van Staatsolie. De inschrijvingen voor deze obligatielening lopen tot 5 maart 2020.